Afgelopen weekend is het al op veel plaatsen gevierd. De 11e van de 11e. Maar vandaag is het echt 11 november. De dag van de officiële opening van het carnaval. Den Bosch is de stad met het oudst georganiseerde carnavalsfeest van Brabant. En sinds 1882 verandert de stad tijdens carnaval in het dorp Oeteldonk. Vanmorgen werd er al een voorschotje opgenomen. Het carnavalsfeest in Den Bosch. Al 130 jaar wordt er carnaval gevierd en dat begint op de 11e van de 11e. 11 is het gekke getal. Dat is in de middeleeuwen al zo ontstaan. 11 is altijd een raar getal geweest. Dus vandaar dat men ook die 11 genomen heeft. Carnaval bestaat al zeker 7 eeuwen. Waarom het er kwam is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk heeft het met de overgang van de seizoenen te maken. Rituelen zitten erin die te maken hebben met de overgang van winter naar zomer. Het verjagen van de boze wintergeesten. Vandaar ook kabaal maken, vandaar ook met maskers lopen en noem maar op. Daarna is het als zeg maar avond voor de vaste binnen de katholieke liturgie, binnen de katholieke kerk gekomen. Het is geen katholiek feest geweest daarmee, maar het is daardoor wel erbij gekomen. Zo ontstond dus vastenavond, 40 dagen voor Pasen. Toch is er altijd een haat-liefde verhouding geweest tussen carnaval en de kerk. De uitwassen van het carnaval werden niet gewaardeerd. Dat paste niet binnen de katholieke samenleving. De katholieke geestelijkheid, vooral zeg maar in de 19e eeuw, 18e, vooral 19e eeuw dan, die zich fel afzet tegen dat carnaval, omdat het ja, tot onzedelijkheid leidt en tot allerlei zaken die totaal niet door de beugel kunnen. En toen hebben ze gezegd van nou, dan is er maar één mogelijkheid. We gaan een voorbeeld stellen hoe je op een nette, fatsoenlijke manier carnaval kunt vieren. Dus we gaan het reguleren. Dat is in 1823 al gebeurd in Keulen. In 1836 al in Maastricht en gaan ze maar door. En in 1882 is de eerste die dat gaat doen, is de Oeteldonkse Club in 's-Hertogenbosch. Die alles reguleert, een optocht organiseert, het spel neerzet, de zaak ook financiert. Simpelweg om te laten zien hoe je op een fatsoenlijke manier carnaval kon vieren. Vooral in de jaren 60 en 70 leeft het carnaval enorm. De laatste jaren lijkt het af te nemen, vooral in plattelandsgemeenten. Er is zelfs sprake van om carnaval op de werelderfgoedlijst te zetten, om het te beschermen. Op het moment dat je op die werelderfgoedlijst zou komen te staan, dan krijg je de discussies die we nu ook hebben. Dan gaat men met een internationale bril, een internationaal concept, gaat men kijken naar lokale en regionale invulling van tradities. En dan krijg je zo'n discussie als over Pieterman. Met alle respect natuurlijk voor mensen die er anders over denken. Maar Zwarte Piet, wie dacht nog bijna van dat het iets te maken zou hebben met slavernij? Nee, dat is aangezwengeld en vervolgens blijft dat sudderen. Maar het is wel iets wat hoort bij deze samenleving. Vanuit een internationale bril ga je dan kijken naar hele lokale, regionale invulling. En als we dat gaan doen, dan krijgen we dadelijk een eenheidsworst. Ik ben van mening dat het carnaval alleen maar overlijft wanneer er echt een kwaliteitsmerk op zit. Een optocht, de toespraken die je houdt, het spelelement wat je erin brengt. De voorbeelden zijn er, om maar die twee te noemen die van oudsher dat doen, Bern op Zoom en 's-Hertogenbosch. Dan weet je, je ziet daar al aan als je daar al binnenkomt hoe hecht die gemeenschap is. Alleen al omdat ze allemaal zich vinden in dat spel. Maar dat het wel degelijk zeg maar, kwaliteit moet uitstralen, dat is helder.